Dit is Gelderland Helpt. Deze aflevering staat helemaal in het teken van de Klinieclowns. Eigenlijk heb ik twee favoriete Klinieclowns, Stip en Pom. Omdat ik hun heel goed ken en ik vind ook heel erg leuk wat ze allemaal doen. Wij als Klinieclowns spelen in ziekenhuizen voor zieke kinderen, maar we spelen ook in instellingen voor kinderen met een beperking. En ook voor mensen met dementie in instellingen. Het is belangrijk dat we er voor mensen zijn die ons echt nodig hebben. Dat we even een moment kunnen geven van even uit de situatie waar ze in zitten. Even de spulletjes. Ik heb gezien dat kinderen dan hun grenzen verleggen. Ik ben ook een keer meegeweest met een meisje wat weer opnieuw moest leren lopen. En dat kon ze dus eerst niet. En uiteindelijk is dat gelukt. Ja, dan is er gewoon ineens veel meer mogelijk dan als je alleen maar beperkt wordt met alles wat op dat moment moet en wat er van je verwacht wordt in die zieke setting, zeg maar. Oh, er zijn best wel veel kinderen online nou. Leuk. Ik ga hier vandaag spelen in Vorden op de Klinieclowns app. En we merken als Klinieclowns dat we heel erg in samenspraak met ziekenhuizen en zorginstellingen zijn om te zoeken naar, juist nu hè, in coronatijd, te zoeken naar de mogelijkheden om elkaar nog wel te vinden. Zo ook afgelopen zomer hebben mijn collega's in Apeldoorn gespeeld. Daar heb je de Heemhof, dat is een instelling voor mensen met dementie. Nou, dan ga ik me lekker omkleden. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw en meneer. Nou, mijn vader heeft lichte dementie. Af en toe weet hij het even niet meer. Maar nu ik hier dan weer zo sta, dan zie ik mijn vader en dan zie ik hem echt genieten. En dan komen er bekende liedjes zoals Surabaya. Surabaya, mijn gedachten zijn altijd bij jou. Dit is gewoon echt een lichtpuntje op de dag. En daar zijn we, daar zijn we. Hallo. Ondanks dat de Klinieclowns niet meer binnen kunnen spelen, merken we toch dat ze best veel bewoners eigenlijk bereiken. Er zijn mensen die door een Alzheimer niet altijd uit hun woorden kunnen komen, maar die nu in één keer wel spontaan iets zeggen. Of als de clowns een liedje zingen, kunnen ze spontaan meezingen. Ah, hey, ach lieveling, ik zal je nooit... In deze tijd is het denk ik wel heel belangrijk om ook af en toe even wat afleiding te hebben. Even een liedje zingen met de Klinieclowns. Even de grappen met de was. Waar ze gewoon weer helemaal dubbel om kunnen liggen. Terwijl je denkt van, nou ja, wat hier nou gebeurt, oké. Okay. Maar je ziet dat ze toch iets raken bij de bewoners. En daar gaat het om. Zitten de schone was te niezen. Eigenlijk krijgen de Klinieclowns iets teweeg wat een ander niet voor elkaar krijgt. En dat is heel bijzonder om te zien. Gun jij ook iemand een bezoek van de Klinieclowns? Kijk dan voor meer informatie op gelderlandhelpt.nl. Dag. Zo, die gebruik ik zo nog even. Ja, er is veel veranderd nu in de coronatijd. Dus dan wat er gebeurt is dat we andere mogelijkheden zoeken. Dus je hebt gelukkig de Klinieclowns app. Yay, Luca! Hey, hallo. Die app is voor kinderen met een beperking of kinderen die ziek zijn. Ja, die kunnen inbellen. De clowns zitten klaar. En dan ga je samen, nou je ziet hier de setting, kun je samen spel ontwikkelen. Ik heb ook allerlei attributen. Het is maar net waar het kind op dat moment mee bezig is. Dan gaan we daar iets mee doen. En dan, het is, van tevoren weet ik het ook niet. Ik improviseer ter plekke van, nou, waar hebben we zin in met elkaar? Wauw! We kunnen even ons allermooiste muziekstuk laten horen. Oh, dat lijkt me leuk. We hebben afgelopen november, december in de avond bezoeken gebracht aan kinderen in Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. En dat is dus mogelijk door de steun van donateurs die ons een warm hart toedragen. En dan kom je langs om welterusten te wensen. En dat is heel bijzonder. Ik
vond het echt heel bijzonder om dit zo mee te mogen maken. Gewoon in een avondsessie, de Clinic Clowns die je normaal alleen overdag ziet. En nu in een veel rustige setting, andere setting. Ja, wat ook weer heel mooi afleiding geeft voor de kinderen die er liggen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Maris is 11 jaar. Ik ben inderdaad haar moeder. En ze is hier in het ziekenhuis omdat er morgen een scopie gedaan wordt. Nou, Maris is al een aantal weken ziek. En we weten eigenlijk niet zo goed wat ze heeft. Ja, dit is veel beter zo. Even een beetje normaal. Ja, ik vind het wel heel erg fijn dat Maris even afgeleid wordt. Want ze heeft ook gewoon erg veel pijn gehad de afgelopen weken. En dan is het fijn dat het gewoon even wat ontspanning, even wat anders is. Ja. Ga je slapen, ben je moe? Het geeft zoveel afleiding. Het geeft een glimlach op het gezicht. Ja, ik vind het fantastisch. Ik werk nu al zo lang hier en die kliniekclowns hier maken gewoon echt het verschil. Ja, doeg. Welterusten, hè? Slaap lekker. Doeg. Degene voor wie ik nu ga spelen, ken ik al heel lang. En ik heb haar al een poos niet meer gezien, maar nu online mag ik haar weer zien. En dat is Belle. Dus ik ga nu met Belle bellen. Ja? Hey, Dylan. Hey, Belle. Oh, wat leuk om je te zien. Kijk, ik heb van deze dingen. En kan ik misschien die ook even in mijn haar doen, dacht ik. Of je doet het in een clipje en dan doe je dat clipje in je haren. Niet zo'n clipje, dat is een knijper. Wat denk je, zoiets? Ik heb haar ontmoet 2-3 jaar geleden in het Amalia Kinderziekenhuis Radboud in Nijmegen. Belle had destijds leukemie. De naam van je kind in combinatie met kanker, dat is echt, dat kun je niet matchen in je hoofd. 3 jaar lang, elke dag chemo. En dat is verschrikkelijk, ja. Auw! 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 Nou, de herpijn. Dat is vreselijk. Je wil het liefst roepen van doe het niet. Maar je weet gewoon dat elke handeling nodig is om haar beter te krijgen. Ja! Als Stip en Pomme naar het ziekenhuis kwamen, dan wist ik niet dat ik leukemie had. Dat wist ik, dat was ik helemaal vergeten. Je bent een dikke, vette slagroomtaart. We gaan haar opeten. Ja, we gaan jou nou opeten. Ik vond het leukste, toen zaten wij alle drie op een bankje en toen schoot ik een beetje op en toen viel Tip van de bank af. Toen viel ze op haar billen op de grond. Ja, het lijkt wel alsof ze echt in één keer weer helemaal vergeet dat ze zichzelf echt vreselijk verdrietig heeft gevoeld. Dat is gewoon geheeld en dat is gewoon magisch om te zien. Wil je me nog iets laten zien? Ja, ik heb de bloemenkraal. De bloemkraal? Oh, die is echt kei mooi. Ik heb veel meer kralen. Met Belle op de app was eerst een weerzien. En toen hadden we het nog over haar ketting. Want ze heeft 833 behandelingen achter de rug. Voor iedere behandeling krijgt ze dan zo'n kraal. 833, ze haalden ze allemaal tevoorschijn dat je echt denkt, wow. En die laatste is haar prachtigste, mooiste lievelingskraal. Dat is de bloemenkraal, de afsluiter dat ze nu klaar is met haar behandelingen. En geen medicijnen meer hoeft. Kijk, dit is een hele berg. Zo, hé, moet je kijken. Als ik kippenvel krijg, weet ik dat er iets heel goeds is gebeurd. Als ik zie bij een kind dat er een twinkeling in de ogen komt. Dat je voelt van, je was echt even een andere sfeer. Waardoor iedereen even niet bezig was met de nare situatie. Nou, dan word ik heel blij van als... Ik krijg dan een kippenvel, merk ik. Dan denk ik, oh ja, dat is het. Als je de kracht even bij iemand weer naar boven mag halen.
die sprankeling, die gun ik iedereen. Ja, en juist die kinderen en mensen die dat zo hard nodig hebben. Ja. Dag! Tot de volgende keer! Wil je ook het werk van de Kliniek Clowns hier in Gelderland steunen? Dat kan. Ga naar kliniekclowns.nl.